De Galaxy Tab 7.7 is de zoveelste tablet van Samsung en toch staat de 7.7 op zichzelf. Om te beginnen wekt het scherm indruk. Samsung heeft gekozen voor een Super AMOLED Plus scherm en dat merk je. Dit scherm werd voorheen alleen gebruikt in smartphones. De resolutie op het kleinere scherm van de 7.7 is met 1280 bij 800 even hoog als in grotere modellen zoals de 10.1. Dit zorgt voor een scherper beeld. Door het nieuwe type scherm worden kleuren en het contrast bovendien stukken beter weergegeven. Zwart is echt zwart, omdat pixels individueel uitgeschakeld kunnen worden. De verbeteringen zijn goed zichtbaar bij het bekijken van video. Daar is deze tablet, ondanks het kleine scherm, uitermate geschikt voor. De accu van de Galaxy Tab 7.7 houdt het namelijk ruim 12 uur uit als naar een video gekeken wordt. Een nadeel is dat bij het browsen veel wit weergegeven moet worden en dat kost met het betere scherm meer energie. De accu is dan ineens erg snel leeg. Verder onderscheidt de tablet zich met het materiaal. De 7.7 is in tegenstelling tot de grote broer gemaakt van aluminium en niet van plastic. Alleen de randen zijn nog van plastic gemaakt, maar de achterkant niet meer. Het materiaal geeft het apparaat een steviger gevoel en is bovendien duurzamer. Qua prestaties doet deze tablet het bijzonder goed. Samsung heeft de Galaxy Tab 7.7 uitgerust met een eigen Exynos-chip van 1,4 GHz. In diverse tests komt de nieuwe tablet daarmee veel beter uit de bus dan concurrenten met vergelijkbare dual-core-chips. Ook wat betreft graphics in games en bijvoorbeeld video's presteert de tablet ruim voldoende. De prestaties liggen wel net onder die van de iPad 2 en Transformer Prime. Een nadeel is de versie van Android die standaard op het apparaat te vinden is. Waar Android 4.0 inmiddels beschikbaar is, zal de Galaxy Tab 7.7 bij de lancering nog over 3.2 beschikken. In deze versie zitten nog wat kinderziektes en Android 4.0 zal de prestaties van tablets bovendien beter laten uitkomen. Wanneer de nieuwe versie van Android uitgerold wordt voor deze tablet is niet duidelijk. Daarnaast is de prijs ook even schrikken. Vanaf €550. Daarmee is de tablet duurder dan de directe concurrenten met een 10.1-inch scherm. Juist omdat veel mensen tablets thuis of op het werk gebruiken, gaat de voorkeur uit naar een groter scherm. Voor de mobiele gebruiker is de 7.7 echter wel ideaal. Als de prestaties, de accuduur en het bijzonder goede scherm in overweging worden genomen, is deze kleine tablet, ondanks zijn prijs, toch aan te raden.